Alles als ik je weer aan het grabben hoor, laat ik het met hier. Nou, de leed weg in de armoede. Ze zeggen wel eens dat de wereld steeds kleiner wordt. Maar kennen we elkaar daardoor ook beter? Onze correspondenten op alle continenten laten ons hun wereld zien. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. 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 Welkom bij Metropolis. 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 Als je in Indonesië last hebt van ratten in je reisveld, dan bel je Raffi de rattenmapper. Die komt dan langs met een paar hele snelle vrienden. En als je in Pakistan iets wilt doen aan de slangen die in de beentjes van je kind bijten, dan koop je bij de groenteboer een rode ui. Dat vinden slangen namelijk stinken. Alle wezens hebben recht op een plekje op aarde. Maar sommige beesten hebben daar meer recht op dan anderen. Vanavond kijken we in Metropolis wat er gebeurt als we een dier een rotbeest vinden. We beginnen vanavond in Zuid-Afrika. Langs de ruige zuidkust van het land, vlakbij het woud van Knysna. Een gebied waar de baviaan al eeuwenlang koning van de wildernis is. Maar dat begint te veranderen nu er menselijke indringers zijn gearriveerd. They're sitting on the grass. There they go. There they're running in. Look in. Dit is het Pazula Private Estate. Een gloednieuw bewaakt landgoed waar rijke Zuid-Afrikanen midden in de natuur kunnen wonen. Heerlijk onbekommerd, zonder angst voor misdaad zoals in de stad. De enige inbrekers die hier actief zijn, worden bobbejaans genoemd, oftewel bavianen. Lennart is de faunabeheerder op dit landgoed en het is zijn taak om het aantal apenstreken zo laag mogelijk te houden. Good afternoon, hi. You phone for baboons on your you property? About the baboons? Yeah. Yes, they're all around the corner there. All right. They play around, you kind of chase them yourself a little bit. They're very, very clever. So now if you don't take care, they will go in, they will eat the bananas in the house, they'll open the fridge, you know, go through the drawers. They're very, very clever. Dat bavianen slim zijn, heeft Lennart zelf ook ondervonden. Zijn eigen onderkomen op het landgoed is niet altijd veilig voor de gehaaide dieren. Onlangs stond hij nog oog in oog met een flinke mannetjesaap. I came back from the garage. I saw the sliding door open. I walked in. The alpha male was sitting on the counter. He had already got the eggs under his arm. Growled and gave a bark like a baboon. Alpha male, and that's when he realized who, and he saw he must now move. I was annoyed, not shocked. Because he should know he's not allowed. Yeah, I'm the alpha male, not him. Lennart ziet zichzelf dus als het alpha mannetje op zijn landgoed. Maar een alpha mannetje is natuurlijk niet zonder een troep. Daarom heeft hij assistenten in dienst die hem helpen de bavianen bij de bewoners vandaan te houden. We have 4 monitors on the estate which patrol 12-hour shifts. We found a troop of baboons. They were on these houses in the area. And we can move them down into the natural forest, down to the coast, and let them go and forage down at the sea. Moet ek blaf? Sien of hy antwoord. Maar die wind gaan hem wegwaai. Ja, die wind kom op. Op, so hy sal my nie hoor nie. To become the alpha male, basically I will do make myself big, basically, and then I'll give the normal warning call. And basically, that is the meaning, I'm challenging you. I don't know if the barking will help, but yeah, it does it sometimes. But you can't bark at them because they don't understand. They have a unique sound to them. I'll have to teach you, eh? You must... Do you see the baboons as like a menace, or how do you feel about them? They're part of the territory, you know, we're in their space, basically, you know, so we've got to respect that.
Wat vindt u nou rotbeesten? Kakkerlakken. Oh ja? Ja, echt. En waarom? Nou, ik vind ze gewoon klein, groot, het maakt niet uit. Het zijn gewoon hele vieze beesten. En als je er per ongeluk optrapt, dat geluid alleen al. Krak. Ja. Varken. Varkens? Ja. En waarom? Nou, weet je wat het is? Ze eten hun eigen uitwerpselen. Gadverdamme. Snap je? En wat vind jij rotbeesten? Slakken. Slakken? Ja. En waarom? Het is wel vies en glibberig. Ja, ik kwam wel eens op de kinderboerderij. Ja. Ik ben aangevallen door een varken. Ben je eens aangevallen door een varken? Ja, daarom. Wat vindt u rotbeesten? Nou, ratten en muizen. Bijvoorbeeld spinnen of ratten, nee, daar moet ik niks van. Nee, ben je bang van? Ik ben niet bang van. Wel. Ah, spinnen, oké. Okay. Ja, hè, ja. Ah, hij is bang voor spinnen, hè? We hadden een, hoe noem je dat, waar je je groenafval in doet. Klikobak. Ja. Er zat een rat in. Ja, en toen heeft mijn man hem doodgeschoten met een luchtgeweer. Oh ja? Ja. Dat is een koppie. Wij nemen steeds meer ruimte in beslag in deze wereld. Die beesten zijn er ook nog steeds. Moet je ook ruimte voor kunnen geven. Ja, omdat ze dat toevallig in jouw huis lopen, ja, daar kunnen zij niks aan doen. We gaan naar Pakistan, naar de regio Sindh. Bijna ieder jaar overstroomt de Indusrivier hier en jaagt dan duizenden mensen op de vlucht voor het water. Veel van die vluchtelingen leven in geïmproviseerde tentenkampen op hoge plekken langs de rivier. Zoals hier in Tata. En ook al zijn ze daar veilig van het water, helemaal ongevaarlijk is het leven daar niet. Hallo, 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 ik ga naar de man aan het water met Taro. Hallo? Hallo, ik ga naar de man. Ik ga naar de Taro. Ja, dit is een bote. इधर जो है ना कुत्ते भी हैं और सांप भी हैं बच्चों को मना करता हूं फिर भी पानी में चले जाते हैं यार यहां क्यों बैठे हुए आप सर इधर तो बड़ा टाइम हो गया हमारे को ये बस सैलाब आ गया हर चीज आ गया वो घर है सामने वो डूब गया हमारा ये देखो हम इधर ही खाना पकाते हैं इधर ही बन जो है ना हमारा यही है ये जो सर देखो जो आपको डर लगता है कि इसको नाक खा लेगा हां सजी रात जागना है वैसे ही नाक से बचने का तरीका यही बस यही बसर जो है बस यही करते हैं हम लोग ये चारों तरफ बांधे हुए इस पर ही चार पर में बांधा हुआ है इधर भी बांधा हुआ उधर भी बांधा हुआ है हम लोग कांधे में बांधे पड़े पैर में बांधे पड़े जहाँ नहीं हमारे को काट नहीं सके ना अभी ये छोटे बच्चे को काटा हुआ था उसने देखो ये इधर सर काटा हुआ है इधर पैर में पासर बांधा हुआ है ये देखो सर इस बच्चे को काटा हुआ था ना कहाँ काटा था ये काटना ये निशान लगा पड़ा है सर अभी टाके मार दिया जहर निकाले गए वो जोगी ने बेचारा ये कहाँ था जिस वक्त सर ये पानी से निकलते इतना जुलम है हमारे से और भी नाक काटा था उधर छोकरे को छोटी बच्ची को काटा हुआ था उसको भी बेचारे ने जोगी के डंग निकाला हुआ है अभी जोगी आया था हम लोगों के पास ये सर ये निकाल के गया था अभी उधर ही पड़ा है बेचारा कोई इलाज करने का नहीं आता है दी योगी दैट इज योगी लाल मोहम्मद एंड द मेंस इन द टेंट कैंप zijn heel blij met de dagelijkse bezoekjes van de yogi. Want Lal is een slangenbezweerder. Je weet wel, zo'n kerel met een fluit die slangen laat dansen. Maar hier staan slangenbezweerders bekend als veel meer dan dat. Het zijn experts op het gebied van slangen. Genezers die slangen beter kunnen behandelen. En bovenal zijn ze slangenvangers. पत्थर लगा पहले तो भीड़ को आने से थोड़ा हो रहा है उधर ही छपा है उधर है वो ये पत्थर लगा पहले तो भीड़ को आने से थोड़ा हो रहा है उधर ही छपा है उधर है हाँ वो ये पत्थर लगा पहले तो भीड़ को आने से थोड़ा हो रहा है उधर ही छपा है उधर है हाँ वो ये पत्थर लगा पहले तो भीड़ को आने से थोड़ा हो रहा है उधर ही छपा है उधर है हाँ वो ये पत्थर लगा पहले तो भीड़ को आने से थोड़ा हो रहा है उधर ही छपा है उधर है हाँ वो ये पत्थर लगा पहले तो भीड़ को आने से थोड़ा हो रहा है उधर ही छपा है उधर है हाँ वो ये पत्थर लगा पहले तो भीड़ को आने से थोड़ा हो रहा है उधर ही छपा है उधर है हाँ वो
निकल गया निकल गया भाग गया हां उधर छोकरी को काटा है देखो बच्ची को काटा है हां अच्छा हां हां तो वहीं है हां तो उधर है. We komen zo dadelijk terug bij Yogi Lal om te kijken of hij verderop in het vluchtelingenkamp meer succes heeft. Maar eerst gaan we naar Nederland. In onze steden hebben we vaak overlast van duiven. In een stad als Haarlem produceren die met z'n allen jaarlijks meer dan 90.000 kilo poep. En als je daar dan iets aan wilt doen, dan bel je iemand met een gecertificeerd faunabeheerbedrijf. Zoals Arie uit Lelystad. Vandaag gaat hij samen met zijn vader bij een winkelcentrum in Haarlem duiven verwijderen. Nou, mijn vader is ook al onderweg. Die moest nog eventjes een
klusje doen in Leiden om een paar duiven te verwijderen. Die kunnen ook elk moment hier zijn. Wat gaan wij doen? We gaan een paar duiven vangen in de buurt met een schietnet die hier overlast veroorzaakt in het winkelcentrum. En wat is dat voor overlast? Nou, overlast is strontoverlast. Die schijt op bepaalde plekken waar mensen continu doorheen moeten lopen. Die lopen dan met die stront naar binnen, ze lopen die bakkerij binnen. Dus het is eigenlijk een totaal probleem. Wat poept een duif per jaar? Een duif poept gemiddeld zo'n beetje 13 kilo stront aan nat gewicht. Dus dat is opgedroogd natuurlijk niet, maar nat gewicht zo'n 13 kilo per jaar, per duif. Wie heeft die opdracht gegeven, Arie, dat jullie die duiven moeten vangen? Nou, dat willen de opdrachtgevers vaak liever niet vertellen in verband met de privacy en de problemen die ze daarna kunnen verwachten met andere organisaties. Wat voor problemen? Nou ja, kijk, je wordt vaak als je duiven worden gevangen of dieren worden gevangen, dan gaan de soort activisten, die gaan dan weer protestbrieven van dat anders gemoet en continu commentaar leveren op degene die die opdracht verstrekt. Hoi. Hey. Zo. Goed gegaan? Ja, katten vijf. Behalve die opdrachtgevers, hè, hebben jullie ook last van mensen die zich verzetten tegen jullie werk? Ja, zeker. Het is heel vaak dat ze door een keer zelfs mijn bedrijf in de fik gestoken in 2008. En af en toe die uitlaten van die auto's dichtgeput. Dus ik vind het gewoon niet normaal. Dichtgeput? Ja, met putschuim. Dat je niet meer kan rijden, weet je wel. En dan is het tijd voor actie. De vader van Arie lokt de dieren naar het schietnet. En als ze in de buurt zijn, haalt Arie de trekker over. Hey, en jullie maken ze niet ter plaatse dood? Nee, dan nemen we eerst vaak levend mee en dan maken ze op de zaak dood. Omdat dat waarschijnlijk niet zo praktisch is om het hier te doen? Nee, precies. En, kijk, dan is het vraag om problemen. Goedemorgen, heren. Worden die beesten afgemaakt of zo? Dat moet u aan die heren vragen. Nee, dat kan een last zijn natuurlijk, hè? Overlast voor, weet ik veel. Ja, u vindt het niet erg dat ze dood worden gemaakt? Dat is een andere zaak, meneer. Oh. Dat is een andere zaak. Wat is dat voor zaak dan? Nee, ik ga weer verder. Ik heb geen tijd, jongens. Dat is wel een mooi voorbeeld. Deze idee durft hij niet te zeggen. Hij durft niet te zeggen wat hij ervan vindt. Want als hij het zegt, dan kan zijn buurman er voor verjaardag kan hij wel op aangesproken worden. Jij zei dat je die duif, dat je het niet, dat je het mee eens was die duif het ooggemaakt werden. Ja. Zegt hij niet. Ah, dat is eigenlijk een... Nou, supermooi voorbeeld. Maar het gebeurt ook wel eens dat er mensen kwaad worden. Ja, weinig. Ja, wij doen ook altijd op tijdstippen dat er heel weinig mensen zijn. En het is een hit-and-run-actie, we zijn zo klaar. Straks zien we hoe Arie en zijn vader de nekwervels van de gevangen duiven dislokaliseren. Maar eerst gaan we terug naar Pakistan. Daar is Yogi Lal nog altijd stug fluitend op zoek naar de gifslang die vorige week een meisje beet. Is hij saap ne aapko chak mara hai? Si saap ne chak mara. Bada zehreela saap hai, bada zehreela. Kya kare, maarte hain isko? Nahi, nahi, nahi marna nahi. Hum iska zeher nikalenge. Ye hum bechenge, laboratory mein denge. Baba kharchi barchi dhan do, chichi haji mehnat kari nang jalonga, kharchi barchi da do. Kharchi barchi da do, baba. Yogi Lal verdient aardig in de slangenbusiness. Niet alleen krijgt hij geld toegestopt van de dankbare vluchtelingen, hij verkoopt iedere slang die hij vangt ook nog eens door aan een tussenhandelaar. Baba hinang khaniya jabardast. Hai. Gobisara. Mama chhad ta sai tu hat ta kar mama. Hai mare to. Ha. Nang ta mama ghane jo thai. Ha baba 1500 rupaye. Ye na kar 800 rupaye. 1000 de 1000. Na tengu 1000 de baba. Dekh. हजार का मेरे को डन कर दिया हां बस बाबा आपने क्यों ये सांप खरीदा इससे भाई हमने इसलिए खरीदा तो ये लिबर्टी सरकारी तो हम देते हैं इन लोगों का जहर निकालते हैं
लेबोरेटरी वाले क्या करते हैं इसको मार देते हैं मार नहीं देते इन लोगों का जहर निकाल के फिर इन लोगों को दवाई बना देते हैं लेकिन आपको जो है फायदा होता है और आपको भी फायदा होता है Daar komt de door Yogi Lal gevangen gifslang dus mooi mee weg. Ondanks dat hij in kindervoetjes bijt, blijft hij leven. En nog in dienst van de wetenschap ook. Terug naar Nederland. Daar hebben de Haarlemse stadsduiven in Arie's auto minder geluk. We zijn aangekomen bij het bedrijf van Arie in Lelystad, waar hij samen met zijn vader de vandaag gevangen duiven zal gaan doden. Dat doen ze met de blote hand. Dus als u van duiven houdt, kunt u zo dadelijk beter even wegkijken. Dit is de plek waar jullie de nekwervels van de duiven dislokaliseren. Precies, ja. Klopt. Wat doe je precies? Je breekt precies de nek, weet je wel, de nekwervels. Je gaat precies één keer rond zo, weet je, en draait, breekt precies af. Je draait maar één keer zo. En nog een keer zo. Okay, dan is die van die ding gescheiden en nu is die los. Ja. En dan gooi je hem in die kist? Ja. En dan? Want dan hoor je ze nog een beetje. Ja, klopt. Dat net, kijk, als je je kop eraf zou hakken, zeg maar, in principe, om een bot gezegd. Ja. Dan stuit het ook in de rond, natuurlijk met de kip ook. Maar dan is alles onder het bloed en zo, weet je. Dus dat is ook niet... Nee. Dus dit is wat praktischer? Dit is, praktisch, ja. Zo. Dit is je vriezer? Dit is mijn vriezer, ja. En daar spaar je alle duiven in op die je gevangen hebt? Ja, alle beesten die we vangen en weghalen, die vangen we hier op, ja. En dit zijn, even kijken. En ook nog iets groots, ja, ook zie ik. Ganzen zitten er ook bij. Ah ja. Die hebben we ook al een keer zitten, maar die laat ik hier ook, die eet ik zelf op. Dus dat is... Die gans, ja? Ja, joh, heerlijk. En deze? Deze duiven die gaan naar de koelier zometeen. Arie en zijn vader doen behalve hier en daar wat duiven ook aan hele grote opdrachten. Het verwijderen en vergassen van tienduizenden ganzen bij Schiphol bijvoorbeeld. Een klus waar veel mensen behoorlijk boos over waren. Ik heb je mailtjes laten zien wat wij ook af en toe krijgen. Het is gelukkig wel, er wordt het steeds minder, maar de mails die je af en toe krijgt of gekregen hebt, dat is ook... Eens kijken wat ik hier ook heb. Hier, ik weet je te vinden, tyfushond en ik verkracht je kankerwijf ook. Ik snij met de scheermes je ballen eraf en ik trap je kinderen ook in elkaar. Jullie worden zelf gemold, beesten. Laffe honden. Die man heeft een groot probleem thuis. Voor vrijdag is het gebeurd. Heeft die gezin er last van? Nou, het maakt toch wel degelijk. Je hebt dat een impact gemaakt, ook toen ze dat in de fik gestoken hebben. Dat is natuurlijk, maakt toch een indruk op je kinderen ook natuurlijk. Dat mensen willen om hun vader het leven zuur te maken en de boer in de fik te steken. Kijk, dat zijn hun, worden toch angstig van. Met alle beesten uit de vriezer vertrekt Arie naar de poelier. Die neemt de dode vogels graag van hem over, want duivenvlees is populair onder kenners. Er zou veel meer smaak aan zitten dan aan het gemiddelde stukje plofkip. Jullie nemen de duiven en de andere dieren af die Arie komt brengen? Ja, klopt. Ja. Ja. Wat doen jullie met die duiven? Die verwerken we voor consumptie. Dus die kunnen wij als mensen gewoon eten? Ja hoor, ja. Ook als het straatduiven zijn? Ook als het straatduiven zijn. Je merkt gauw genoeg als een beest ziek is of niet. Ja, hoe merk je dat? Vooral aan de organen. Dat voel je? Ja, nou je ziet het aan de organen. Ja? Ja. Hoe zit dat met de prijs? Wij krijgen betaald voor de opdracht om ze weg te vangen. Ja. En dan ga je nee, maar ik bedoel, voor het brengen van de duiven naar de poelier krijg je geen geld? Nee. Nee. En waarom doe je dat gratis? Nou, gun ik ze ook, hè. Omdat ze ook veel voor mij doen. Wat doen ze voor jou dan? Nou, helpen, weet je. Je kan altijd terecht. Je kan altijd je wild en je duiven kwijt. Zo komen de duiven die vanmorgen in Haarlem zijn gevangen... via de poelier uiteindelijk bij de liefhebber terecht. In een pan als gebraden duivenfiletjes. We gaan naar Amerika. Naar New Jersey, een staat met uitgestrekte bossen... die in het najaar gekleurd worden door duizenden herfsttinten. Prachtig lommerrijk wonen dus. Maar juist in de herfst steekt daar hier een onverwacht ongedierte de kop op. We have never had any problems with it. And about 3 weeks ago, I hear a disturbance and there was a bear in the pond. And it was a huge bear. I told Meredith it was as big as a Volkswagen. The thing was gigantic. Kelsey en Meredith zijn twee lokale natuurbeheerders. Die proberen mens en beer zoveel mogelijk uit elkaar te houden.
Dat is geen eenvoudige taak, want iedere herfst gaan zwarte beren hier extra actief op zoek naar makkelijk voedsel. Bij mensen thuis. If we have a bear that's really causing significant problems, you know, we can aversively condition him. If the animal does something really serious, like kill a pet, hurt somebody, break into homes or cars, in those situations, we'll remove that animal from the population. The first words out of a resident's mouth is, I don't want the bear killed. But they want the animal removed. En daarom zetten Kelsey en Meredith diervriendelijke vallen uit. Compleet voorzien van een overheerlijke Amerikaanse lekkernij waar geen beer nee tegen kan zeggen. Donuts. As you can see, we have our Dunkin' Donuts laid out. What happens is the bear eats this, comes in, walks inside and grabs a hold of the bait bag and pulls on it trying to get the food. Now when that happens, the trap itself comes down, catching the bear inside. Straks zien we of het Kelsey en Meredith nog lukt een beer te vangen met hun diervriendelijke donutval. Maar eerst gaan we naar Indonesië. Hier op het Javaanse platteland staat de rijstoogst voor de deur. En dat betekent ook meteen rattenseizoen. Nama saya Rapi, pekerjaan saya tani, profesi saya sebagai pembunuh tikus dan sudah berpengalaman lebih dari 14 tahun. En dat doet Raffi niet voor niets. Ratten zijn een gigantische bedreiging voor lokale boeren. Ieder jaar vreten deze knaagdieren bijna een vijfde van de Indonesische rijstoogst op. Als de ratten je veld te grazen nemen, kun je als boer wel inpakken. Karena punya lahan situ, lahannya itu habis, tinggal paling perasaan saya itu nafsu aja. Kenapa? Karena di situ adalah hama. En daarom voert Raffi sindsdien ieder jaar in augustus oorlog tegen de ratten. En praktijk ja, canggul sama pentungan ya mas. Nih sama ember buat nyiram. Kalau yang agak dalam lubangnya harus bawa ember. Dan biar dikelucuk pakai air, tikusnya keluar. Bantingin atau seenggaknya yang lari kita kejar. Pakai pentungan kayu dat pukul. Er zijn naar schatting 3 keer zoveel ratten als mensen op de wereld. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat 1 moederrat in een jaar tijd wel 70 nieuwe soortgenoten kan voortbrengen. Raffi en zijn maten hebben vandaag een flinke oogst binnengehaald. Die brengen ze naar een vertegenwoordiger van de kunstmestfabriek. Hij betaalt de lokale boeren per gedode rat. En dat aantal dode ratten meten ze door staartjes te tellen. Ini dapatnya 478 ekor kali 15.000, 717.000. 4, 5, 6, 7, 15.000 nya. Dan lunas ya. We zijn terug in Amerika, waar berenvanger Kelsey ondertussen beet heeft. Good morning. Did you have a chance to take a look at it? About 150 pounds. All right. Sounds good. We'll be on our way over. Became problematic a few weeks ago. There were 3 of them here for 4 or 5 hours every day. I came out to go to work one morning and they were laying in the front yard like dogs, and they don't even care anymore. They're just getting so comfortable being here all the time that it's a little unnerving. What I'm doing is I'm trying to figure out just how big the animal is because the dosage of drug that the animal gets is based on how much weight we estimate the animal to actually weigh. Mm-hmm.
I feel for them. I really do. When you hear them moaning like that, it's hard to listen to. There she goes. See how quick they are? Let's see what we got here. 1, 2, 3. Well, New Jersey is a very populated state. We have almost 9 million people in this state right now. And we also have a lot of bears. That's a great thing, all right? But you don't mix that many people with as much wildlife, which we have, without some form of conflict. Come on, quick. Wake it up. Wake it up. All right, Kel. Kelsey rijdt de nog soezende beer een heel eind buiten de bebouwde kom. Naar een plek die beter geschikt is voor beren. He's gonna be a little groggy yet. His hind legs aren't gonna work too well. En zo laat Kelsey de jonge beer vrij op een plek heel diep in het bos. Ver weg van de mensen. Want de beste manier om mensen en dieren goed samen te laten leven is toch vaak ze zo ver mogelijk bij elkaar uit de buurt halen. Eigenlijk zijn honden en poezen de enige dieren waar we echt goed mee kunnen samenleven, toch? Ja, ik ben heel dol op man. Maar in sommige delen van de wereld zien mensen honden juist als ongedierte. Zoals in Jemen. Saleh uit het stadje Nourma heeft er slapeloze nachten van. De volgende ochtend is Saleh duidelijk met het verkeerde been uit bed gestapt. Hij gaat naar buiten om de honden te verjagen. الكلاب هذه طبعا مسببه لي عقده نفسيه من ما الكلاب المسعوره وليس كل الكلاب ولكن الكلاب المسعوره هذه التي تسبب المضايق للاولاد والتي تفترس الماشيه خدنا فمن هنا احاول اني اتخلص منها باي شكل. Het geblaf is tot daaraan toe, maar de beesten kunnen ook gevaarlijk zijn. In Jemen zijn veel zwerfhonden besmet met hondsdolheid, een dodelijke ziekte die je op kunt lopen als een besmet dier je bijt. Een hekel hebben aan zwerfhonden wordt hier dan ook van generatie op generatie doorgegeven. Mensen met de brug, yani, maalden van zullen en aardigen die Europa, nabij. Allem de wel, kunnen ja, zwaarig. Dat wil je herkijken, die is aan de naam. Oké, oké, het aan. Het aan, ik wil je er niet omhoog. Oud, ik wil de Ali wil mee. Nadelen, zou ik de Ali wil mee. Zo leerde Saleh dus dat je korte metten moet maken met zwerfhonden. En dat probeert hij nu ook zijn kinderen mee te geven. Zijn kinderen leert Saleh dus met stenen. Maar zelf zet hij soms nog wel zwaarder geschut in. Gelukkig gaat niet iedereen op zo'n manier om met overlastgevende beesten. Maïsboer Mané uit Burkina Faso mag dan ook naar zijn vuurwapen grijpen als hij ongedierte ziet. Maar dat is alleen maar om ze weg te jagen. Op onze website zie je op wat voor manieren hij dat nog meer aanpakt. De komende 2 weken is er even geen Metropolis op tv. Maar na de kerst zijn we weer terug. Op 9 januari kijken we hoe de wereld denkt over jezelf blootgeven. In Egypte ontmoeten we bovenbuurvrouw Safa. Zij vindt een vrouw die haar handen laat zien al te bloot voor woorden. Dus dat gaat er naar de veen. Gismekollo. Kollo? Kollo.